een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik loop buiten, heerlijk in de zon. Ik heb mijn koffer mee, want ik ga namelijk nu naar het strand toe met Ien. En dan blijf ik daar ook gezellig slapen, niet op het strand, maar gewoon bij Ien thuis. Super zin in. Ik ben nu lekker aan het lopen. Het wordt vandaag iets van 27 graden of zo. Dus ik dacht, ideaal strandweer. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dus ik blijf vandaag, morgen en overmorgen bij Ien slapen. Ik ben gearriveerd bij Ines! Yay! En we hebben allebei wit aan. Ik moet denken. En dan vertel Ines. Ines heeft letterlijk 2 outfits mee, want ze wil foto's maken op het strand en dan lijkt het net alsof ze er vaker is geweest. Dat niet, gewoon ik wil meer foto's maken. Voorop Instagram. En het is lekker weer. Hoeveel graden was het nu al? 20, toch? Ja. En het wordt 27 degrees. Besef even, als wij terug naar huis gaan, dan wordt het 27 graden. Dus het beste is misschien om wat later terug te gaan. Ja, en daar wat te eten of zo. Ja. Goed idee. Vang. Oh. Yay, gevangen. We gaan nu naar de supermarkt om even wat eten en drinken te scoren. En dan gaan we off to the beach. Dit broekje van H&M, vorige zomer gekocht in Frankrijk. Espadrilles zijn van, ook van H&M. En dit blouseje komt ook van H&M, dus full H&M outfit. Nou, inmiddels zitten we nu in de tram. En ik heb de hele coole zonnebril van Ien geleend. Want ja, ik heb geen zonnebril mee. Lekker slim, thank you. En Ines is zojuist haar OV vergeten thuis. Dus ze heeft zojuist een kaartje moeten kopen. En ja, we zijn ongeveer 35 minuutjes op het strand en dan gaan we lekker 40 minuutjes of zo. Maar we stoppen eerst nog in Den Haag. Nee, half 1 dat we er zijn. Oh, dus zeg maar, we zijn nog 25 minuutjes denk ik op Spui. Dan gaan we even koffie halen. En dan krijgen we een tijdschrift of zo. Oh, ja. Valt wel mee. Dus we gaan lekker naar het strand en we nemen jullie natuurlijk weer gezellig mee. En Ines doet de afsluiting eventjes, want natuurlijk. Natuurlijk vlog ik dadelijk ook nog even op het strand. En Ines, zeg even doei. 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 We zijn nu op het strand aangekomen. Ik eet een gezonde salade. Ik lees ondertussen de Glamour. En Ines is zich aan het inspelen. Wil je op de vlog in bikini? Kijk hoe ik eruit zie. En Ines heeft me het goede voorbeeld gegeven. En Ines heeft ook wat gekocht. De Happiness. Puur om de naam. En de Boekie. Dus wij gaan lekker gezonnen. En lekker genieten van het weer. En dan zie ik jullie zo. We zitten nu lekker op het Malieveld, kijk. En we hebben net geshopt bij de Primark. Superleuk. Ik laat het thuis wel even zien bij Ien wat ik heb gekocht. We hebben ook lekker eten gehaald, easy. Ik heb de wok omelet. En Ines, wat heb jij? De special van de dag. Nog iets, hupplepup.
En Ines die vroeg net aan mij of ik een foto van haar wilde maken. Maar Ines is zo fotograaf dat ze juist andersom moet doen, toch? Hè? Dat het juist andersom is, dat jij foto's van mij moet maken omdat jij een professionele fotograaf bent. Ja, super chill. Hey, kijk, weet je wie daar heeft gewoond in dat huis daar in Nieuw-Babylon? Hallo, Ien. Ien. Ja. Weet je wie in Nieuw-Babylon heeft gewoond? Ja. Masha, van Bieterklos. Doei. Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik zit op de fiets en we zijn onderweg naar de kringloopwinkel. Want we gaan zo meteen dan gaan we een video opnemen. De 10 euro thrift shop challenge. Dus dat houdt in dat je dan binnen in voor een budget van 10 euro een superleuke outfit moet scoren bij de thrift shop. Bij de kringloopwinkel. En daar zit ook een soort van dingetje aan verbonden. Want ik ga dat niet zomaar doen. Nee. Ik heb bedacht dat het een Instagram-waardige outfit moet zijn. En ik heb de videograaf meegenomen. Ines. En Ines heeft trouwens een heel leuk shirtje gisteren gekocht. Oh, ik heb helemaal niet meer laten zien wat ik gisteren zelf allemaal heb gekocht. Maar in ieder geval dit shirtje en een paar sokken. That's it. That's all I have for you guys. We gaan lekker fietsen en ik zie jullie zo. Want we gaan op naar Atta. Photographer, no t-shirt on. Oké, we zitten dus nu in het Delftse hout. Lekker te chillen. Op een handdoekje. We hebben lekker net eten gehaald bij de Albert Heijn. Of nee, bij de Jumbo. En we zitten hier ook lekker met een chills. Ik sponsor trouwens geen alcohol of zo. Voordat ik die comment krijg van ja, je promoot alcohol. Ik promoot alcohol niet. Ik ben 21, een volwassen vent die mes wel mag drinken. En Ines heeft net een broodje gemaakt met, wat zit erop? Hummus. Kipfilet en rucola. Dus, cheers. En geniet van de zon. Woep woep. Je hebt al een pyjama aan, Nien. Nou, we hebben dus net lekker gegeten. Domino's. Hebben we gegeten. We gaan nu lekker chillen. En dan zien we wat we gaan doen. Ik zit nu nog steeds met mijn chills hier. Dus, dit is al mijn vierde fucking glas. Maar het gaat helemaal nog goed komen. Dus... yes. Oké, dit was het. Bye. Zie jullie zo. Als jullie kunnen zien, ben ik inmiddels alweer thuis. Het is inmiddels ook weer de volgende dag. En het is nu zaterdag 21 april. En morgen is het 22 april. En dan is de dag van de gathering. Eigenlijk is het vandaag wel de gathering. Maar ik ga morgen naar de gathering. Eigenlijk zou ik officieel zeg maar een weekend gaan. Maar ik ging... helemaal niet meer. En nu ga ik morgen wel met Do. Dus daar heb ik super veel zin in. Dus dat kunnen jullie ook zien in de vlog van volgende keer. Die volgende keer online staat. En ik heb er super veel zin in om die ook te gaan editen. Maar dan bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze 2 dagen in 1 vlog leuk vonden. En dan bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat kan hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doei!